Sinds 2012 is Twan Beurskens gedeputeerde economische zaken. We vroegen deze politicus naar zijn toekomstvisie op het toerisme in Limburg. Welke trends zijn volgens u van invloed op de toekomst van het toerisme in Limburg? Ja, je ziet dat de binnenlandse markt, zeg maar de Nederlandse toeristen, dat af en vlak is. Steeds minder wordt, als we niet oppassen. Maar er liggen natuurlijk grote kansen op de internationale markt. België, Duitsland, heel belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld Chinezen die naar het outlet in Roermond gaan. Dus dat is een grote kans. Tweede is belangrijk de kwaliteit. We moeten kiezen voor bepaalde iconen. We kunnen niet overal goed in zijn. Nou, we hebben natuurlijk in Maastricht, in het Heuvelland, bijvoorbeeld ook de Maasplassen, de outlet wat ik net al zei, de Maasduinen. Dat zijn de iconen en daar moeten we heel concreet in zijn. Een derde punt is dat ook onze marketing eenduidig moet zijn. De marketing moet veel meer gericht zijn op buitenlanders. Wat zijn de belangrijkste zaken waar de overheid op moet inzetten om de toeristische sector succesvol te houden? Ik denk dat de overheid meer de toeristische sector als een topsector moet beschouwen. En ook moet durven te investeren. We investeren natuurlijk heel veel in de campus en in innovatie. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die hun baan verliezen, bijvoorbeeld in de dienstverlening. En die kunnen goed gaan werken in de toeristische sector. Dus extra investeringen helpen MKB met financieringen, maar ook keuzes maken. We kunnen niet alles goed doen. Zijn er dingen die u als provincie Limburg doet of gaat doen om de toeristische sector toekomstproof te houden? Nou ja, wij geloven in de toeristische sector. Limburg staat altijd nummer 1 of 2 als het gaat om toerisme. En ja, Zuid-Limburg is echt bijna van iconische waarde als geheel. Dus wij zullen daar bij de coalitieonderhandelingen voor de nieuwe regeerperiode zeker rekening mee houden. En wat mij betreft gaat er gewoon veel meer geld, niet alleen naar toerisme, maar ook veel meer geld naar de samenwerking tussen de diverse VVV's en alle ondernemers.